Hanne Merkelbach, vandaag hier Aalst tegen de Genk Leidis. Jullie hadden vorige week in Zultwaregem gaan winnen. Vandaag hier, jullie komen vroeg op voorsprong, denk ik, belangrijk in die match. Ja, ik denk dat het voor ons belangrijk is dat we vroeg scoren. Voor we in Zultwaregem dat ook gaan als eerste ploeg kunnen scoren. Ik denk dat dat ons terug tot rust brengt en dat we dan verder kunnen. Als we meteen achterkomen, dan wordt het chaotisch en dan hebben we het vaak moeilijk. Maar deze laatste twee matchen hebben we goed gedaan en daar zien we resultaat uitkomen. Ja, je hebt een 6-6 nu. Jullie krijgen terug aansluiting met OHL Women, met Club Brugge. Agent ook, niet onbelangrijk, denk ik. Nee, ik denk dat we steeds dichter in de top 5 zitten al. Ik denk dat we steeds dichter naar die top 3 willen gaan. Kijken wat haalbaar is. Mijn volgende match is Charleroi, dus we willen zeker tot die 9-9 gaan en kijken wat mogelijk het is. Ja, jullie hebben wel een jonge ploeg waarmee dat jullie spelen in deze competitie. Is dat niet moeilijk? Ja, weet je, we zeggen vaak bijvoorbeeld tegen Anderlecht of zo, we verliezen. Kijk, we zijn een jonge ploeg, ons gemiddelde is 18, 19 jaar. Maar ik vind dat geen excuus om daarmee de competitie te verliezen, zeg maar. Ik denk dat als jonge ploeg ook ons tonen en dat moet niet per se een minpunt zijn. Ik denk dat dat eerder onze sterkte is. Oké, en vorige week scoor je en vandaag geef je een assist voor Gwen. Ook heel belangrijk. Ja, ja, scoren is altijd mooier, maar ik denk dat deze assist ook wel mooi de boekjes in mag gaan. Dus ik denk dat het gewoon belangrijk is om voor het team belangrijk te zijn. En dan individuele kansen en dingen komen nog wel. Oké, ik dank je, proficiat met de overwinning en succes voor de volgende. Ja, dankjewel. Merci.